Bij het maken van dit fluitje is het van belang dat het driehoekje de zuigbuis niet helemaal kan afsluiten. Er moet dus nog een klein putje in het papier overblijven. Ja, Manuel. Op het eind van de gitaarplank wordt een klein magneetje geplakt en daarboven een spoeltje met koperdraad gehouden. En dat spoeltje wordt aangesloten op een flinke versterker en zo kan een elektrische gitaar worden gemaakt.